Het is deze dagen een beetje het feestje van VVD-Europarlementariër Jan Huytema. Ek een wichtig moment voor hem, want hij had voor het Europees Parlement een rapport skreun over innovatie in de landbouw. En daar zal het parlement met kwart nu stemmen. Met de werkbezieten hoopt Huytema direct belutsenen en collega's te uitsjoegen van het belang van innovatie. Staatssecretaris Van Dam kan hem in elk geval goed vinden in de ambities van Huytema. Hij heeft daarmee een heel goed initiatief genomen om ook in Europa op de agenda te zetten dat het in de landbouw en onze voedselproductie ook steeds meer om innovatie moet gaan. En dat we dus ook steeds meer moeten kijken naar wat consumenten eigenlijk verwachten, wat we als samenleving ook eisen van de landbouwsectoren. Huytema als spil in een bijeenkomst waarin hij signaleerde wel wat de agrarische sector al even mogelijkheden had. Bijgelijk ziektebestrijding met hulp van insecten. En net zijn steende alle zwargen en beheinings, van lege melkprijzen en een toekomstig fosfaatplafond, wil Huytema vooral denken in kansen. En derde mensen die meenemen, die het aasen te besluiten nemen. Wat ik merk, dat dat een beetje het ijs breekt. Dat het net van dogma zit van ja, die Jan Huytema, die wil alleen maar moderne technieken en industrie. Nee, ik wil de kracht van de natuur gebruiken. En innovaties in de kracht van de natuur. Bijvoorbeeld betere bodemkwaliteit, een gebruik van insecten. Dat vind ik dat innovaties binnen. Er zijn een soort nationaliteiten bij de bijeenkomst. 16 Europarlementariërs uit 10 landen. Ze sjoegen haar de eigen uit bij een roeliening in Museum het Mauritshuis in Den Haag. Den Jonken heeft vanzelf een mening over het innovatieve plan van Jan Huytema. Ik denk dat insgesamt innovatie in de Europese landwirtschaft van grondlegende betekenis is. Oft is het in de landwirtschaft zo dat mensen geloven dat men in de landwirtschaft beter dran wäre, wenn man zurückblicken würde en wie dat zo arbeiten würde, wie es onze Väter of Großväter gedaan hebben. Maar ik denk dat brengt ons niet verder. Ook in de landwirtschaft moet man innovatief denken, wie in allen anderen Wirtschaftssektoren ook.